OS Albergenstraat en OS Dijkveld ondergaan momenteel een renovatietraject, uitgevoerd door 20 leden van de South Dakota National Guard. De Amerikanen arriveerden vorige week woensdag in Suriname en werken samen met manschappen van het Nationaal Leger. Onze nieuwsdienst bracht vandaag een bezoek aan de OS Albergenstraat, waar de renovatiewerkzaamheden in volle gang zijn. Het gezamenlijke ingenieursprogramma, dat onderdeel is van het State Partnership Programma, wordt uitgevoerd met de ministeries van Defensie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Schoolleider Rebecca van Kanten zei dat de school heel lang heeft uitgekeken naar dit moment. Ze waardeert de geboden hulp gezien termieten behoorlijk huis hebben gehouden in het schoolgebouw. Het materiaal was gekocht, maar we konden niet verder gaan. Ze zijn in beeld gekomen, ze zijn ons tegemoet gekomen. En wat hun aandeel zelf betrof of betreft, dat is aanzienlijk. Austin Brouwer, corporaal van de South Dakota National Guard, hoopt dat de renovatie van de scholen het leven van de leerlingen en leerkrachten op een positieve manier zal beïnvloeden. To me, you know, coming down here to be able to help with remodeling on the schools, it's a huge impact on these children's and teachers' lives and their learning. And to be able to get to see them when they come and see the school after we're all done and seeing the joy on their faces of what we've done, that's just an awesome feeling for me and an experience to get to see. De werkzaamheden die vorige week donderdag zijn begonnen, zullen 10 dagen duren. Germani Dabenta, hoofdverantwoordelijke vanuit het Nationaal Leger Suriname, is verheugd om een bijdrage te leveren zodat kinderen met plezier onderwijs kunnen volgen. Dabenta, die voor de derde keer samenwerkt met South Dakota National Guard, zegt dat er binnen het project sprake is van kennisuitwisseling. We leren heel veel van elkaar op verschillende gebieden. Gawasa, bouw, elektra. Op alle gebieden leren we van elkaar. Het werkwijze die verschilt wel, omdat wij Surinamers, wij hebben onze manier van werken en de Amerikanen die hebben hun manier van werken. Maar desondanks is het samenwerken goed. Er is voor $60.000 aan materiaal ingekocht voor de renovatie van de twee basisscholen.